Frankrijk leefde er een postbode, ook rond 1900 trouwens. Die heette Ferdinand Cheval en die deed op zijn ronde stenen verzamelen en die bracht die mee naar huis. En van al die stenen die hij al die jaren heeft verzameld, heeft hij een paleis gebouwd. Dat paleis bestaat echt, Palais Ideal heeft hij dat genoemd. Dat zijn gangen die nergens heen gaan en trappen die nergens toe leiden. Maar hij heeft dat gebouwd. Hij had een dochtertje, Alice. En Alice ging al vrij snel dood aan TBC. Dat is allemaal weer heel vrolijk. En dat vond hij, toen is er iets in zijn hoofd gebeurd en toen is hij dus als een bezetene dat paleis gaan bouwen. Dit is een liedje over Alice. Alice wordt ziek en Cheval die ziet dat. Dat het licht in haar ogen zo'n pijn doet. Dat de hond niet meer komt als ze fluit. Dat ze eigenlijk heel lang wil gaan slapen. Haar stem is zo dun als haar huid. Er zit een razend konijn in haar darmen. Een steen met haar naam in mijn mond. Het doodsbange dier in haar ogen. Er ligt bloed in de pot als ze kotst. Mijn gangen zijn donker van binnen. En Alice, wat zij zo wil. Ze zit bij het raam in de keuken. Het is vroeg in de middag. Ze zit zonder dromen. En links van het midden sta ik. Ze zit bij het raam in de keuken. Het is vroeg in de middag. Ze zit zonder dromen. En links van het midden sta ik.